Ja, de helft van onze tijd op Curaçao zit erop. We zijn hier al 3 maanden. En dan blijven we natuurlijk nog 3 maanden. Maar tijd vliegt op Curaçao. Time flies, zeggen ze ook wel eens. Ja, dat is echt zo. We staan er zelf ook wel een beetje verbaasd over, want wat doe je eigenlijk allemaal in die 3 maanden? Ja, we doen wel dingen, maar thuis natuurlijk. We zijn ook best wel thuis hoor. Rut is heerlijk aan het schilderen en wordt zeer geïnspireerd door de vogels. En de eerste schilderij was ook de tropiaal. Dat is dan die mooie gekleurde vogel die wij hier vaak op het balkon zien. Ja, de tweede, dat werd de vogelbekjes, dat is wat abstracter allemaal. En nu is aan de derde bezig. En dat gaat ook weer over vogels. Dat zijn de suikerdieven. Ja, wat doe ik dan? Ik lees ook veel. En zeker de krantjes allemaal. Ik volg de politiek in Nederland. En we gaan ook gewoon weg. Bijvoorbeeld met onze buurman Cyril gingen we naar de noordkant van het eiland. En we gingen met hem omdat hij bredere banden heeft. En we rijden dan een beetje over die landweggetjes die niet verhard zijn. En dat vind ik met mijn banden, met kleine autootje, toch altijd een beetje link. Dus ik was heel blij dat we even met hem mee mochten. En eerlijk gezegd, ik vind die noordkant van het eiland, waar je niet kan zwemmen hoor. Ik bedoel, dat is woest eigenlijk. Vind ik echt super prachtig. En Rut zei al tegen mij van, joh, ik zou hier wel een uur kunnen gaan zitten op een stoel, weet je wel. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan, want er is geen bescherming tegen de zon. En ja, die zon die is zo ongelooflijk sterk. En zeker met de wind die er dan staat, dan zou je binnen een half uur rood verbrand zijn. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Maar het was wel heel mooi. Mensen. Nou, de eerste mensen die je ontmoet natuurlijk zijn hier op het park. Dat zijn je buren. En vooral Cyril en Corine. Die kennen we eigenlijk heel goed. Of hebben we heel goed leren kennen. Want vanwege het feit dat zij hier verleden jaar ook waren. En wij half jaar weer weg geweest. Toen kwamen we terug. Hebben ze ons zelfs opgehaald van de airport. En zitten we weer hier. Maar, dus die ken je heel erg goed. En nu moeten we afscheid van ze gaan nemen. Hebben we eigenlijk onlangs gedaan. En dat komt natuurlijk omdat mensen expats zijn. Ze zijn hier 3 jaar op een contractbasis en dan gaan ze natuurlijk weer naar huis. Dus het was wel jammer natuurlijk, want je hebt dan eigenlijk hele goede buren. Met wie je goed kan opschieten en waar je ook af en toe eens bij eet. Of ze eten een keer bij ons of passen we. Dat hebben we ook gedaan op de baby Vins. Nou, baby, hij is 17 maanden nu. En dat hebben we met veel plezier altijd gedaan. We werden eigenlijk tot oma en opa gebombardeerd. Had ik nog niet meegemaakt, nu wel. En je hebt ook andere mensen die ons contacten. En dat komt dan weer door het vloggen. Dat is ontzettend leuk. Mensen zitten dan in de comments, weet je wel, bij vlogs. Van, wil je eigenlijk wel eens ontmoeten? Wij zitten hier ook als overwinteraars op het eiland. Nou, dan komen we weer René en Colly tegen. Via hun kom ik er ineens weer op een radiostation terecht. Waar alleen maar Papiamento wordt gesproken. En dan praat je weer even met een DJ. Ja, dat is mijn ding. Het is echt mijn ding. Al jaren, ik loop 20 jaar radio. Dus ik heb het goed onder controle. Ik ben met Lelystad begonnen, hè? Omroep voor Lelystad. Dat was een lokale omroep. Ben ik daar begonnen in het Nederlands programma maken. In het Nederlands, dat was eigenlijk mijn ding. Dus ik kwam hier om maar gewoon een programma te maken in de Papiamento. Het is spontaner, het is leuker, het is dichter bij mijn mensen. Dus hier zit ik nou. Wat ik al zei, het is natuurlijk heel jammer dat we afscheid hebben genomen van Cyril en Corine. Maar ja,
Zo gaat het. Time flies op Curaçao. Ik zie een beetje tegen de vliegreis op. Nou, eigenlijk valt het. Ja, als die kleine slaapt niet, maar nog even kijken of hij lekker zijn eigen plekje heeft. Dan gaat dat wel goed. Ja. Maar ja, 10 uur in het vliegtuig is nooit heel leuk. Even deze mensen voorlaten. Nou. Ik hoop dat de komende 3 maanden net zo leuk worden als de 3 maanden die achter ons liggen. En we blijven elkaar natuurlijk spreken.